Dames en heren, beste voetballiefhebbers, welkom hier aan de Dreef voor dit competitietreffen tussen Oud-Heverlee Leuven en AFC Tubize. Dan zijn we klaar voor de aftrap van dit competitietreffen in de tweede nationale, de Proximus League, tussen Oud-Heverlee Leuven en AFC Tubize. Het zijn de bezoekers uit Tubeke of Tubize die klaarstaan om de aftrap te nemen. En het is scheidsrechter Lagaard die net een eerste keer het fluitje hanteerde en dit competitietreffen op gang gefloten heeft. Daar al meteen een fraaie actie noemen van de bezoekende doelman Goblet. Die daar meteen zijn kunnen mocht tonen bij de eerste actie. U ziet het dat Oud-Heverlee Leuven vanavond in het wit speelt. En dat ze voor de eerste helft toespelen naar de spionkop. Naar de K achter de goal daar. En dat is niet hun vertrouwde spelletje, dat hebben ze niet zo graag. De mannen van trainer Jackie Matthijssen. Laatste competitietreffen hier op zaterdagavond. Laatste competitietreffen dan van de reguliere competitie. Kools daar in een duel. En moet de bal buiten laten gaan. En dat betekent een ingooi voor de Waals-Brabanders uit Tubeke. Laatste competitiewedstrijd op zaterdagavond. Want de volgende wedstrijd die wordt volgende week zondag gespeeld. Een thuiswedstrijd tegen Woluwe Zaventem. En dan de absoluut laatste wedstrijd is een uitwedstrijd op Eendracht Aalst over 2 weken. En dan eindelijk is het dan zover. Dan kan uiteindelijk die eindronde beginnen zeker, hè? Begin mei. Iets waar ze hier langs de Dreef toch al een paar maanden op wachten. En dan moeten de spelers op het hoogtepunt van hun kunnen zijn. Hoekschop voor Tubize met Liar. Een paar Koreanen in dat team. Een Franse coach. En ondertussen gaan we toch even tijd maken om de ploeg te bekijken van Oud-Heverlee Leuven. In de goal Logan Bailly. Veldspelers zijn met het nummer 3 David van den Broek. Met het nummer 4 Romain Renault. Nummer 8 is Flavien Le Postolik. Nummer 9 Giuseppe Rossini. Nummer 10 Johan Croiset. Nummer 11 Alessandro Serigioni. Met het nummer 12 Dion Kools. 14 Thomas Azevedo. 25 Nicolas Delporte. En 27 Johan Broekaert. Zit er op de bank om in te vallen, eventueel dan Yves Leenaerts, Kenny van Hoevelen, Kenny Thompson, Kenneth van Goetem, Simon Brakke, Jo van Kostowski en Kevin Tapoko. Dat zijn de gegevens wat vooraf. Nog even bijzeggen dat de heer Lagaard bijgestaan wordt door Erwin Hermans en Tom Pients. Dat zijn de twee lijnrechters voor vanavond. Hopelijk krijgen we een leuke wedstrijd te zien.
In de heenwedstrijd ging Oud-Heverlee Leuven met 0-1 winnen in Tubeke. Dus die mannen zijn waarschijnlijk toch wel belust op revanche. Niet al te veel volk in de tribunes vanavond. Laat ons zeggen, ik denk 3000 supporters hier vanavond. Maar dat horen we straks wel van de stadionomroeper Dirk Reekmans, hoeveel er exact aanwezig zijn. Dat is iets voor de tweede helft straks. Met het nummer 3 daar, David van den Broek, nog altijd met een masker als gezichtsbescherming. Terug van den Broek. Kools. Serigioni, die wou zich mooi vrijdraaien. Die had het goed in zijn gedachten. Die had dat in zijn hoofd, maar dat kwam er niet uit, die actie. Daar is hij terug. Merveille Gobelet. De keeper van Tubeke. Hij wordt getraind trouwens, interessant om weten, door de oud OHL-keeper Thierry Bergmans. Thierry Bergmans is de doelmannencoach, de doelmannentrainer bij Tubeke. En hij ziet er nog altijd hetzelfde uit, die Thierry Bergmans. Maakte hier toch wel een van de leukste tijden uit zijn spelersloopbaan mee bij Oud-Heverlee Leuven. Is hier ook nog een graag geziene gast trouwens. Van den Broek zoekt en vindt Kools. Lage voorzet. Goed getrapt. En dan was daar gelukkig het nummer 13. Grosperrin om de bal in corner te verwerken. Best aangename voetbaltemperatuur. De grasmat heeft vandaag de nodige regen gekregen. En daarom is het toch wel een aangenaam voetbalweertje. Ik schat zo'n graad of 10, 12 nog. En het is nog licht als je naar boven kijkt. Corner in de armen van Gobelet, die snel uittrapt. Opletten daar, dat is 2-2. Kans voor Tubeke misschien. Die man dribbelt vaardig daar, geeft hem dan hier tekort. En Kools, die nogal paniekerig wegwerkt, die had daar wat meer dreiging verwacht in zijn rug. Maar die was er niet, Dion Kools. En dat wordt een ingooi voor het nummer 18. De rugnummers van Tubeke zijn moeilijk te lezen. Dat is die Stefano. Opnieuw een poging misschien voor Tibize. Het schot afgeblokt door het nummer 14. Thomas Azevedo. Die nu terug de kans krijgt om te groeien naar zijn topvorm. Heeft hier ook een contract getekend voor de komende seizoenen. Dus toch even volgen daar. Moeiteloos gepakt door Bailly. Als Azevedo de komende jaren in eerste klasse wil voetballen, dan zal hij het in de eindronde moeten bewijzen voor zijn team. David van den Broek. Naar zijn maatje daar achterin centraal, Romain Renault. Van den Broek. Postolik. Rossini. Rossini, goed naar buiten daar. Komt er een voorzet. Kopbal misschien net niet. En dan nogal paniekerig weggewerkt daar. Croizet kan trappen. Foute trap van Johan Croizet. Kreeg die bal niet goed onder controle. U merkt ook dat vanavond John Bostock er niet bij is. Als we spreken over naar de goal trappen, dan is hij natuurlijk de man die we als eerste vernoemen om zoiets te realiseren. John Bostock. Croizet met het hoofd. Die bal gaat buiten. Ingooi voor de Waals-Brabonders. Normaal gezien hebben ze niet zo'n lange busrit achter de rug. Tubeke of Tubize ligt net achter Halle. Je hebt Halle, Lembeek en dan kom je zo in Tubize terecht. De eerste dorp of de eerste stad in Waals-Brabant.
Dus als het op de Brusselse ring op zaterdag namiddag een beetje mee zat, dan was het geen verre verplaatsing voor die mannen. Een club die trouwens ook serieus in de problemen zit. Hebben hun licentie niet gekregen, maar ze gaan uiteraard in beroep. En ze denken dat zonder problemen te kunnen realiseren. Om volgend seizoen dus opnieuw in tweede klasse te voetballen. Enkele jaren geleden speelde de rood-gele trouwens nog in eerste klasse. Goble, die kan de bal terug in het spel brengen. We spelen ondertussen 9 minuten en hebben nog geen doelkans gezien. Het spel gaat evenwichtig heen en weer. En Goblet die begint nu al met de tijd trekken. Die denkt beter 1 punt als geen punt. Reno. Van den Broek. Goals. Opnieuw tot bij Van den Broek. Die hem aan Bailly laat. Zijn keeper. Een oprukkende Delporte daar, op links. En een slechte pas. Delporte heeft zijn contract trouwens ook verlengd. Goals. Geen hoogstaande eerste 10 minuten die we hier gezien hebben langs de dreef. Moest het koud zijn, zou je zeggen, je krijgt er niet warm van dit voetbal. Buitenspel van het nummer 27, Johan Broekaert. Ex-speler trouwens van Tubize, Johan Broekaert. Ook Van den Broek heeft daar gevoetbald. Reno, goed koppend. Klaar kijkend naar Acevedo. Dat was een goede actie. Naar buitenspel van Alessandro Serigioni. Supporters hier op de hoofdtribune die twijfelen daaraan. Sommigen althans. Maar de fluitkoren zijn dan ook niet zo groot ter attentie van de grensrechter hier. Zodat ik denk dat er toch wel een reukje aan was, van hieruit gezien toch. Maar het was een eerste goede actie, een eerste goede combinatie van de witten. Rossini daar aandringend. Een man waarvan men hier ook nog wel wat mag verwachten de komende weken. Van die Giuseppe Rossini. Aanpassingstijd moet nu toch stilaan voorbij zijn. Ik zou zeggen, tijd om een paar goals te maken voor het nummer 9. Daar zal hij zelf ook wel naar hunkeren, denk ik dan. Kort paasje van Croise. Maar de scheids die zegt van wachten op het fluitsignaal. Niet trappen voor ik gefloten heb, Croise. Scheidsrechter neemt nu de passen en zet het tweemansmuurtje op de juiste afstand. Croise voor de tweede keer nu. Zal hij wel iets anders in petto hebben. Man of 4-5 van Oangel daar in de 16. Kan er iemand zijn hoofd tegenzetten? Het was Van den Broek die kopte. Blijkbaar belemmert dat masker hem niet om te koppen. En je weet, hij doet dat graag mee voorin gaan. En mee koppen daar. Dat is een specialiteit. Daar is Mervais opnieuw. Mervais Goblet.
Goeie uittrap. En een duwfout van Romain Renault. Goed gekopt alweer. Le Postelec nu. Croiset. Nee, voorlopig blijven de combinaties een beetje achterwege. Croiset, goed gevochten daar. Krijgt de vrije trap mee. Doet dat nu snel naar Broekaert. Broekaert die kijkt. Die kijkt. Lage bal. Onderschept. En dan een overtreding van Johan Broekaert. De scheidsrechter gaat er nogal heftig naartoe. Terwijl het toch maar een kleine overtreding was. Grosperrin met de vrije trap. En die gaat tot in de handen van Logan Bailly. Renault. Snel gespeeld daar. Dat is een goede pas eigenlijk van Thomas Acevedo. Dat bracht snelheid in het gebeuren. Van den Broek in duel. Dat doet hij goed. Le Postelec. Broekaert. Serigioni. Geen fout gezien. Recht staan, zegt de man in het groen. Delport aan de overkant. Het is Acevedo. De ingooi is voor Nicolas Delport. Renault. Le Postelec. Rossini. Snel gespeeld. De voorzet nu. Die gaat net te ver voorbij Alessandro Serigioni. Van den Broek, zijn mannetje voor daar. Le Postelec. Acevedo. Acevedo. Bal in de voeten van een tegenstrever. Goed verdedigend werk daar. Nummer 32. Lim Yuntek. Dat is een Koreaan. Oei, daar een kans eventueel. Oh, dat was een man die helemaal vrij stond. Op nummer 10. Weer balverlies. Opletten nu toch. En daar is gelukkig David van den Broek. Gemor vanuit de tribunes. Dat hebben we niet graag, dat er zo slordig gespeeld wordt. Rossini niet eerst uit volle kracht. En dan is het te laat. Croiset met het hoofd. Broekaert kan er niet bij. Le Postelec. Verloren bal. We zijn 17 minuten ver ondertussen. Er waren een paar goede acties. Mogelijkheden tot kansen, maar kansen die er niet uitkwamen. Dus over een echte doelkans kunnen we nog maar moeilijk spreken. De mise en place of de voorbereidingen, die waren er wel. Maar de eigenlijke kans, die bleef achterwege. Van den Broek met het hoofd, Postelec. Broekaert, balverlies. Opletten nu. Geen overtreding. En Oagel kan eruit komen. Met Broekaert en Rossini. Overtreding van de nummer 13, Grosperrin. En de lange Rossini die blijft geveld liggen.
Terwijl Jackie Matthijssen daar aan de lijn de nodige aanwijzingen geeft aan zijn team. Met de handen in de zakken staat hij daar, Jackie Matthijssen. De Limburger. Goed doorgekopt door Rossini. Geen overtreding, zegt de scheids op Serigioni. Of op, het is Acevedo. Ingooi Bailly tot bij Le Postolek. Die vindt hier Dion Coles. Coles kijkt, zoekt, maar vindt Serigioni niet omdat de pas veel te hard is. Onprecies getrapt van Dion Coles. De nodige samenhang, de nodige cohesie ontbreekt toch nog in het team van Oagel. Broekaart nu. Dat gaat hij alleen moeten klaren en daar kan hij niet meer bij. Toch een ingooi voor de thuisploeg. Goals. Twee ballen op het veld. En daar kunnen we niks mee, zegt Ist van Lagarde. Dat is te veel, dat kan ik niet de baas, zegt hij. Met één bal heb ik al meer dan last genoeg, denkt de man in het groen. Coles met de ingooi. Verre ingooi, de 16 binnen. Het hoofd van Le Postolek. Coles opnieuw, hakje achteruit. Maar die komt niet in de voeten van Broekaart. Renault tot bij Croiset. Die zich knap vrij draait en dan hier Coles vindt. Nu moet de voorzet komen. Lage voorzet. Net gemist daar in de 16 door Serigioni. Oagel opnieuw. Coles. Goeie bal nu van Coles. Serigioni naar Rossini. Die heel veel tijd nodig heeft. Die dan naar Acevedo die trapt. En die bal gaat meters naast. Een goede opgezette actie van Oud-Heverlee Leuven na 20 minuten spelen. En de trap van Thomas Acevedo. Hij kan nogthans zeer sterk en zeer goed naar de goal trappen. En nu mislukte dat toch wel een beetje. Thomas Acevedo met de kans. Goede actie van Coles nu. Goede paas. En dan de Rossini die de bal aangespeeld kreeg. En die leek een beetje te veel tijd nodig te hebben, maar die kwam dan toch nog bij Acevedo. En dan die half mislukte trap. Voorzet nu van Broekaart. En daar is die Goblet. Die getraind wordt door Thierry Bergmans. Het zal wel een goede zijn dan zeker. Hij heeft toch al een paar goede dingen gedaan in deze partij. Het hoofd van Renault. Coles in duel. En de kopbal van Renault op zijn keeper. Van den Broek. Renault. Goeie kruispas tot bij Broekaart. In de voet, aangepakt. En dan de trap van Broekaart. Aardig gedaan toch wel. Zo gaan de supporters daar toch wel wat gaan zingen. Omdat ze toch de laatste minuten hier wel wat spelvreugde merken bij het team van Jackie Matthijssen. Overtreding van Renault. Vrije trap voor geel en rood uit Tubeke. Komt die vrije trap. Dat duurt lang. Bailly. Klem vastgepakt. En dan ziet hij dat zijn manschappen niet klaar zijn voor een counter en doet hij het rustig. En geeft hij hem tot bij Van den Broek. Coles. Achteruit naar Van den Broek. Centraal tot bij Romain Renault.
die ook wel zal gezien hebben dat zijn ex-team KV Kortrijk. Balverlies van Renault. Oei, wat doet de scheids? Wat doet de scheids? Rode kaart. Rode kaart voor Romain Renault. Duidelijk. Hij brengt zichzelf daar in de problemen. Romain Renault, nadat hij toch aan een goede wedstrijd bezig was. En dan moet hij eruit. En daar mort niemand om hier. Duidelijk een overtreding op een doorgebroken man van Tubeke. En dan komen we nog goed weg eigenlijk. Want als die man kan doorgaan, dan is hij waarschijnlijk op weg naar de 0-1. En zo zal Oud-Heverlee Leuven hier nog meer dan driekwart wedstrijd met 10 tegen 11 moeten voetballen. Dat is een domper op de feestvreugde natuurlijk. Ik was net aan het vertellen over Renault, dat hij ook wel zal gezien hebben dat zijn ex-club KV Kortrijk Brugge in de pan hakte met 2-0. Ik zou zeggen, hij kan nu gaan verder kijken, maar de match is voorbij natuurlijk. Vrije trap voor Tubeke. Die bal gaat naast. Daar was Bailly zeer zeker van. Terwijl dat van hieruit leek dat die bal toch binnen het doelkader zou terechtkomen. Maar Bailly had dat goed bekeken en liet de bal gewoon stuiten waarvoor hij goed was. Zo beleven we hier een erg vreemde 24e minuut in deze wedstrijd. Romain Renault die een overtreding begaat op een doorgebroken speler van Tubize. En daar heel terecht een rode kaart voor krijgt. Dus geen man die daarover zeurt hier. Of geen OH Elle die daarover zeurt. Nu moeten we even afwachten hoe OH Elle zich gaat organiseren. Ik zie dat Le Postelic naar achteren trekt. En daar de plaats gaat innemen van Renault. Opletten nu, geen buitenspel. Voorlopig profiteert Tubize niet van het mistasten daarachterin bij OHL. Voorlopig doen ze dat niet. Voorzet, goed weggewerkt. Zoals het hoort door Dion Kools. Rossini. Krijgen nu natuurlijk een heel andere wedstrijd. Gaat waarschijnlijk Tubize wat meer vertrouwen geven. En misschien denken ze nu wel van, wie weet. Kunnen we hier wat meer bekomen dan een gelijkspel? En kunnen we hier straks met de 3 punten over de Brusselse ring rijden? Kijken hoe ze dat defensief bij OHL gaan aanpakken. Of ze de zaak gesloten gaan kunnen houden daar achterin. Rossini, goed aangepakt. Gaat dan gretig liggen en krijgt de overtreding mee. Le Postelic. Achteruit tot bij Bailly. Die veruit zijn goal staat daar. Broekaert kan er net niet bij. Maar toch is daar nog een speler van Tubize aan geweest. En krijgen we een ingooi met Kools. Dion Kools. Kools. Nieuwe ingooi. Maar zo komen we natuurlijk geen meter vooruit. Kools kan ver ingooien tot bij Serigioni. Broekaert nu. Die leek zich vrij te draaien, maar dat lukt net niet. Oh, man tegen man daar. Le Postelic. Wat doet zijn tegenstrever ermee? Le Postelic houdt het daar rustig.
heeft natuurlijk de nodige ervaring, die Flaviele Postolik. Man die in het begin van het seizoen maanden oud was, maar nu terug zijn oude niveau gevonden heeft. Goals. Broekaert. Overtreding op Goals. Overtreding op Broekaert. Gaat de scheids nu ook een kaartje trekken? Dat verwacht iedereen hier. Gaat de scheids een kaartje trekken? Nee, hij stuurt Van den Broek wandelen. En hij blijft op de nodige afstand. Terwijl er een wissel komt bij OHL. Het is Kenny van Hoevelen die erin komt. En Croiset gaat eruit. Dat is een tactische wissel. Kenny van Hoevelen erin. Verdediger natuurlijk. En Croiset, balvaardig, die gaat eruit na een half uur. De ex-Mechelaar met het nummer 2 ziet u daar, Kenny van Hoevelen. Vrije trap voor Oud-Heverlee Leuven met Johan Broekaert. Een mansmuurtje bij Dubize. Korte match dus voor Renault en voor Croiset. Morgen extra trainen zou ik zeggen. Kopbal. Dus Van Hoevelen die onmiddellijk zijn hoofd tegen de bal zet. En dan achterin gaat plaatsnemen. Naast Van den Broek. Goals. Dubizen opnieuw met de aanval. Komt er een voorzet? Nee, terug achteruit tot bij het nummer 18. Die Stefano. Balverlies. Kan OHL daarvan profiteren? Slechte bal van Rossini. In het eerste half uur hebben we van het nummer 9 van OHL nog geen leuke dingen gezien. De captain daar met het nummer 2. Laurent. Ingooi voor Nicolas Delporte aan de staantribune. Geeft hem achteruit tot bij Kenny van Hoevelen. Onverwacht dus na een half uur in de ploeg gekomen. Rossini goed aangepakt. Kort tot bij Acevedo. En als Acevedo aan de bal is, dan mag je toch wel een snelle flits verwachten. Maar soms ziet hij dat een beetje te snel, denk ik. En komt die bal niet op de juiste plek. Thomas Acevedo. Niet vergeten dat hij weken buiten strijd geweest is. Laten we hem rustig de tijd geven om te groeien naar die eindronde toe. Broekaert doet dat snel. Daar is Acevedo nu, met zijn snelheid. Hij kan erbij. Kan hij voorzetten. Kijkt hij klaar. Het dribbeltje. Nee, net niet. En dan goed uitverdedigd van Dubize. Mooie crossbal hier naar het nummer 32. Die Lim Jungtek. En opnieuw balverlies. Daar is David van den Broek. Postolik, Van Hoevelen, Bailly. Ver en hoog richting Rossini, die zich probeert vrij te maken. Kan hij nog bij de bal? Nee, Le Postolik. Daar is het nummer 6. Liaar legt hem breed. Opnieuw Liaar. Goed gedaan van die man. En een hoekschop voor Dubize.
En het nummer 9, Rossini, komt mee verdedigen daar. Niemand meer voorin. Serigioni is de spits die het meest voorin blijft. En dan moet hij ook nog mee gaan verdedigen. Alle 10 achteraan. Kans daar. En opnieuw een hoekschop voor Tubize. Tubize dat, laten we zeggen, als je achter de goal daar kijkt, een dertigtal supporters meegebracht heeft. Een kleine bus vol. Of een grote bus half vol. Corner voor de Waals-Brabanders met het nummer 6, Philippe Liard. De kleine Koreaan zat er kort bij, maar Liard heeft hem goed gezet. Kan die iemand trappen? Ja, maar Bailly staat waar hij moet staan. En dan gaat hij snel uittrappen. Dan gaat hij snel Serigioni zoeken. Serigioni daar, man tegen man. Serigioni gaat hem terugleggen waarschijnlijk. Nee. Hier dan naar Broekaert, de voorzet. Goeie voorzet. Goeie voorzet. Kan er iemand zijn voet tegen zetten? Rossini legt hem terug. Daar is Serigioni. Afgeblokt. Afgeblokt. Spijtig. Goeie mogelijkheid voor de thuisploeg. Na 34 minuten voor Alessandro Serigioni. Na voorbereiding het werk van Rossini. Opletten nu voor de counter. Daar die Koreaan met het nummer 32. Lim Yuntek legt hem achteruit. En die man die trapt. Die trapt goed, maar een meter of 10 naast de goal van Logan Bailly. Het was het nummer 10. Dugarry, laat ons hem zo noemen. Toch wel wat actie in deze partij. Nadat de avond hier matig begon aan de dreef. Zeer matig. Krijgen we nu toch wel een paar leuke acties, een paar leuke dingen te zien. Kunnen we ons best verwarmen. Opletten nu, daar slordige bal van Hoevelen. Kan Tubeke profiteren? Natuurlijk profiteren ze daarvan. Natuurlijk. Goal voor Tubeke, het zat eraan te komen. Veel te slordig verdedigd van Kenny van Hoevelen. En dan is het die kleurling daar. Ik denk dat het het nummer 26 is. Dat is Lonsana. Die scoort voor Tubeke na 35 minuten. Ik kan niet zeggen dat het onverdiend is. Het zat er zo wat aan te komen. Hè. Als je in de verdediging foute passes geeft en flatert, dan kom je eraan. Hè. Ik had al het gevoel van die mannen van Tubeke, die twee zwarte kerels daarvoor in, die profiteren te weinig van de foute beslissingen bij OHL. Maar nu doen ze dat wel. En nummer 26 die scoort Lonsana 0-1 voor Tubeke. En met 10 tegen 11 staan we te spelen. Na die uitsluiting van Romain Reno. Dat ze nu maar eens bewijzen dat ze dit nog kunnen rechtzetten. Van den Broek. Ingooi met het nummer 18, die Stefano. Yuntek kan er niks mee aanvangen. Ingooi voor Dion Kools. Drie supporters van Tubeke achter de goal die een liedje zingen. Ze zijn blij. Die van Leuven zijn vrij stil. Dion Kools. Slechte bal naar Broekaert. Daar kan die man nooit bij. Ingooi voor Kools. Van den Broek. Bailly tot bij Van Hoevelen. Opletten Van Hoevelen. Naar buiten. Tot bij Delport die zich moest treppen.
Maar dan weer balverlies. Rustig teruggekopt van Kools op Bailly. 38 minuten zijn we ver in deze partij tussen Oud-Heveli-Leuven en Tubize. Le Postelec. Van den Broek. Opzittende mannen daar voorin bij Tubize. Een Franse coach hebben ze. Colbert Maglo is dat onbekende naam in Vlaanderen, in België. Colbert Marlo. Broekaert. Kools. Veel in balbezit in deze eerste helft, Dion Kools. Postelec, geen overtreding. Knap gedaan van het nummer 6 van Tubize. Toch balverlies, daar is Acevedo. Serigioni, knap uitgespeeld en Rossini scoort. Rossini scoort. Hij doet waarvoor hij op het veld staat, doelpunten maken. Dat zal hem goed doen. Rossini en 1-1 na 39 minuten. Een doelpunt dat zo'n beetje uit de lucht gevallen komt. En dat komt door dat balverlies van het nummer 6, Liar. Zoals Dirk Neekmans het zo mooi zegt, Pino Rossini scoort voor OHL, de gelijkmaker. En die hadden ze heel zeker nodig hoor. Een doelpunt dat zo'n beetje uit de lucht komt gevallen. Ik zei het al, na dat balverlies bij Tubize. Die man probeert het van heel ver nu. Leuke poging. 1-1, dat doet deugd. Ik zou zeggen, als we hiermee de rust kunnen bereiken. En als Matthijs en zijn manschappen dan tijdens de rust in de juiste plooi kan schikken. Kunnen we nog een leuke tweede helft verwachten hier vanavond in Leuven. Van den Broek. Kools. Van Hoevelen. Van den Broek. Het hoofd van Liar. Daar die tweede Koreaan van Tubize. Namsung, wow. Daar is hij opnieuw. Namsung, wow. Verre bal nu, goede voorzet. Weggewerkt door Kools. Opnieuw Kools. De jeugd international van Oud-Heveli-Leuven. Rossini. Van Hoevelen. Van den Broek, balverlies. Weer balverlies. Doelpuntenmaker daar. Lonsana. En daar de captain. Laurent. Geen overtreding. Komt er nog een aanval van OHL. Acevedo. Die gaat hem nu naar Delport geven. Nicolas Delport met de voorzet. En daar komt nog een hoekschop. Zo krijgen de supporters van OHL in deze eerste helft toch wel wat leuke dingen te zien daar langs hun kant. De supporters in de K dan, achter de goal. En het is Broekaert die helemaal aan de andere kant gaat om die hoekschop te trappen. Johan Broekaert. Man die hier langs de rechterzijde speelt en dan nu daar... Die corner gaat trappen. Scherp indraaiend. En klem vastgepakt door Merveille Goblet. 2 minuten voor het einde van de eerste helft. Grosperre.
Bal naar voren. Rossini. Dat doelpunt zal hem zeker deugd gedaan hebben. Broekaert. En nu toch een kaartje voor iemand van Tubize. Voor het nummer 13. Grosperre. Na die overtreding een gele kaart. Nadat hij Serigioni toch wel goed neerhaalde. Neertrok, laten we het zo uitdrukken. Broekaert. Krijgen we nog wat te zien voor de rust. Goble zagen we met de voet vooruit. Die had zoiets van, dat is mijn bal, wegblijven jongens. Nog een overtreding van Acevedo. Een vrije trap voor de Waals-Brabanders. Komt die bal. Doorgekopt. Dat is gevaarlijk hoor. En nog een hoekschop. 1-1 is de tussenstand. Een match die moeilijk uit de startblokken kwam. Maar dan toch een paar goede dingen liet zien. Langs weerskanten. En spijtig genoeg die rode kaart voor Romain Renault. Na die duidelijke overtreding. Snel ingegooid en mooi ingegooid van Bailly. Daar komt nog een counter. Een counter vanuit Heverlee-Leuven. Serigioni naar Acevedo, die kan trappen. In de armen van Mervey Goble. Goeie actie was dat nog van Oud-Heverlee-Leuven. Op het randje van afluiten. Want daar maakt scheidsrechter Ist van Lagarde nu een einde aan. Een eerste helft hier. In dit competitietreffen tussen Oud-Heverlee, Leuven en Tubize. 0-1 werd het heel verrassend toch wel. En dan die gelijkmaker, gelukkig die gelijkmaker van Pino Rossini. En zo staat er ons nog heel wat te wachten hopelijk in de tweede helft straks. Heel wat defensieve misverstanden toch wel achterin bij Oud-Heverlee, Leuven. Ze lieten daar heel wat steekjes vallen. En tijd om daar nu over te praten, zou ik zeggen. Maar dat praten gaan we overlaten aan Jackie Matthijssen. Dat is de man die daar alles over weet. Alles zou moeten overweten over tactiek en andere zaken. En hij moet dat bespreken nu met zijn spelers in de kleedkamers. En dan zijn wij dat straks terug over een klein kwartiertje met OHL TV voor de tweede helft van dit competitietreffen. Tussenstand Oud-Heverlee-Leuven, Tubize 1-1. Beste voetballiefhebbers, opnieuw welkom bij OHL TV voor de tweede helft van dit competitietreffen tussen Oud-Heverlee-Leuven en Tubize. De tussenstand is 1-1. Het werd 0-1 voor de bezoekers. En dan was het Pino Rossini die kon tegenscoren. En zo zorgde dat het 1-1 staat bij de rust. OHL speelt met 10. Na de uitsluiting van Romain Renault. Die zich misgreep aan een speler van Tubize. Nadat hij alleen op weg was naar de goal. En dan een terechte rode kaart kreeg van de scheidsrechter. Scheidsrechter de heer Ist van Lagarde. Niet alle supporters hebben hun plaats al opnieuw ingenomen op de tribunes.
Maar we zijn begonnen aan die tweede helft. Laatste competitiewedstrijd op zaterdagavond hier. Van de reguliere competitie althans. Volgende week zondag de thuiswedstrijd hier op zondagnamiddag. Tegen Woluwe Zaventem. En dan de week nadien nog een match op Aalst. En dan kunnen we stilaan onze koffers pakken voor die eindronde. Wat, tegen wie, waar en hoe, dat zal nog allemaal moeten uitgewezen worden de komende weken. Eupen, Lommel of Sint-Truiden, wie weet. Lierse of Cercle Brugge. Een hele onduidelijke situatie. Waar je je als coach natuurlijk ook moeilijk kan op voorbereiden, omdat je niet exact weet tegen wie je zal moeten spelen. Ik kan me voorstellen dat de trainerstaf of de scouting hier toch wel bezig is met die mogelijke ploegen wat op te volgen en te gaan bekijken. Zodat je weet wat iedere speler van elk team in huis heeft. Nicolas Delporte, die de tweede helft hier nu mag spelen voor de grote hoofdtribune. Rossini, hoogstwaarschijnlijk gelukkig met dat doelpunt. Het was natuurlijk een binnenduwer. Niet echt moeilijk om die goal te maken natuurlijk. Maar het moet toch wel deugd doen als je er dan eentje maakt. Hoe, dat is dan van minder belang. Le Postelic, Rossini. Knap driehoekje. Thomas Acevedo, die trapt van ver. Terwijl er mogelijkheden zat waren om andere ploeggenoten te bedienen. Thomas Acevedo. Maar ik kan het me voorstellen hoor, als je dat gevoel hebt van die bal ligt goed, die bal loopt goed. Ik trap de tegen, ik trap hem binnen. Dan scoor je natuurlijk een werelddoelpunt. Kan je zeggen hij was te egoïstisch, maar hij had misschien dat gevoel wel. Als hij naar die bal toeliep om te trappen van dat is hem, dit wordt hem. En die mannen van Tubize die maken geen haast. Nicolas Delport heeft de nodige snelheid in huis. Maar moet toch een corner toestaan. Eerste hoekschop in de tweede helft. Zal genomen worden door het nummer 6, Philippe Liard. De kleine Lim Yontek biedt zich daaraan. Maar Liard die gaat denk ik voor een... kort tot bij Lim Yontek. Liard opnieuw. Daar die andere Koreaan, knap gedaan. Een schot van ver. Niet onaardig. Klemvast gepakt, probleemloos door Logan Bailly. Die zoekt dan Acevedo, maar vindt hem niet. Sofian met de ingooi. Opnieuw Sofian. Geen goede actie van Tubize. Van Hoevelen. Bailly. Tot bij Delporte. Die de bal wou doodleggen met de borst. Maar daar niet in lukte. De jonge Nicolas Delporte.
Broekaert verliest daar de bal. Opletten nu voor een... Nee, geen doelschot. Daar is Niaar opnieuw naar buiten. Tot bij die andere Koreaan. Namsung, wow. En dan de ingooi voor Tubize. Acevedo. Maakt snelheid met de bal. Thomas Acevedo. Gaat hij nu pasen? Goed naar buiten gegeven tot bij Delporte. Nu de voorzet dan. En dan weggekopt door de kapitein van Tubize. Quentin Laurent. En dat wordt een ingooi. Met Nicolas Delporte. Kort tot bij Acevedo. Delporte mag opnieuw ingooien. Zoekt, vindt Serigioni, die nogal slap wegkopt. Ducari, Keita. Goed naar binnen, tot bij Liar. Andere kant uit dan naar Namsung. Namsung Wow. Blokkage van Kools. En dan het ontzetten. Nieuw balverlies. Nieuw Tubize. De 16 binnen en een schot. Een laag en hard schot van Sofian. Na 52 minuten voetbal. Een schot. Laag en hard. Maar een paar meters naast. En zo blijft het 1-1 in deze partij. Bailly kort bij zijn supporters daar. Goeie verre uittrap, Rossini. Tubize is niet slecht bezig. Ze hebben natuurlijk een mannetje meer. Le Postelec staat goed gepositioneerd daar. Broekaert, Rossini glijdt uit. Laurent. Sofian. Keita hier. Sofian. Terug tot bij zijn captain, Laurent. Tubize combineert rustig. Wow, daar. Dan een ongecontroleerde trap naar voren en buitenspel. En de scheids geeft een gele kaart aan het nummer 10. Ducari. Tweede gele kaart voor de bezoekers. Bailly. Rossini met twee tegenstrevers bij zich. Van Hoevelen in een duel. Van Hoevelen moet de bal laten aan Keita. Sofian. Het wordt een ingooi voor de bezoekers. Sofian. Liar. Andere kant uit, zegt hij. Liar. Sofian. Geen overtreding. Ingooi voor Tubize. Terwijl de supporters van OHL daar roepen naar Kenny Thompson. Kunnen niet meteen uitmaken van hieruit, van op onze positie, of die zich aan het opwarmen is. Kenny Thompson. Keita.
Ingooi voor Tubize. Kools. Goed gedaan van Dion Kools. In de voeten van Rossini. Die er daar toch een vrije trap aan overhoudt. Pino Rossini. Zoals hij hier genoemd wordt. Snel genomen vrije trap. Tot bij Acevedo. Acevedo kan niet trappen. Nu dan Acevedo. Oh. Goed gespeeld van Thomas Acevedo. Goeie poging. Hij kon op een moment trappen. Hij deed het ook. Maar er staat een prima doelman in de goal bij Tubize. Dat is Mervij Goblet. En die bracht daar, in extremis nog redding. Getraind door Thierry Bergmans. Goeie keeper, die Mervij Goblet. Hoekschop voor Roud-Everlee Leuven. Broekaert. Kopbal. Kopbal. Goeie kopbal was dat. Van Rossini was het alweer. Gret. En nu een overtreding. Vrije trap voor Tubize. Overtreding van Thomas Acevedo. Even een goed moment in deze tweede helft. Met eerst die kans voor Thomas Acevedo. En dan die poging, die kopbal van Rossini. Leuke dingen voor een voetbalfan. Maar op het scorebord brengt dat natuurlijk voorlopig niks op. Daar blijft het 1-1 staan. Laurent. Keita. Sofian. Achteruit. Tot bij het nummer 13. Crosspenne. Daar is die kleine Koreaan. Technisch aardig uit de weg kan. Goeie pas. Opletten. Maar Bailly grijpt naar de bal. Ingooi tot bij Kools. Kools die pakt meters. Maar dan verliest hij spijtig genoeg de bal. Van den Broek. Opnieuw David van den Broek. Kenny van Oevelen. Doorgekopt Rossini. En opnieuw Tubize in balbezit. Keita, goed aangenomen. Dan een man de diepte in daar. Teruggelegd, Sofian met de voorzet. De kopbal, nee, het is Bailly die goed opgesteld staat. Een klem vastpakt. Logan Bailly. Verre uittrap. Tot bij zijn overbuur Goblet. Een uur gespeeld in deze wedstrijd tussen Oud-Everlee Leuven en Tubize. Het is toch wel best aangenaam om volgen. Niet vergeten dat Oud-Everlee Leuven met een mannetje minder speelt. Keita. Neemt zijn tijd. Het hoekje in. En balverlies. Goed werk van Le Postelik. Opletten daar. Oprukken van een verdediger van Tubize. Die gaat nu trappen. Goed laag schot. Klem vastgepakt. Het was Di Stefano.
Slechte ingooi nu en daar is Tubize weer. Geen overtreding op Keita. Die blijft zitten daar in de buurt van Bailly. Hoge uittrap, Bailly tot bij Rossini. Laurent. Sofian. Tot bij Laurent. Breed naar Liar. Ook daar slordigheden achterin. Sofian. Mooie cross is dat. Tot bij die Namsteng. Keita. Geen overtreding. En Del Porte tot bij Bailly. Rossini krijgt daar een stevige por in de rug van Laurent. Rossini is boos. De scheidsrechter zegt: kalm jongen. Ik heb gefloten. Geen paniek. En Rossini die blijft mekkeren. Rossini blijft mekkeren. En dan gaat de scheids ze samenroepen. Laurent en Rossini. Koffieklets nu. En dan weer een gele kaart. Dom natuurlijk. Dom van Rossini dat hij zo bleef mekkeren. Wissel nu bij OHL. Het is Rossini die er onmiddellijk uit mag. Na die gele kaart. En het is Jovan Kostovski die zich mag melden voor het laatste half uur van deze partij. Daar is Kostovski en daar gaat Rossini die toch een hand krijgt van zijn coach. Vrije trap Johan Broekaert nu. Duwfout. Eerste balcontact van Kostovski, maar een duidelijke duwfout van Johan Kostovski. Heel correct gefloten van de scheidsrechter. Duwfout van Kostovski. Dan scoorde hij nog, maar de scheidsrechter had het duidelijk gezien. Zeker en vast geen doelpunt. Serigioni. Opletten voor de counter nu van Tubize. Opletten nu. Keita, voorzet. Bijna was daar de intikker. Maar Van den Broek zat er goed tussen. Redding van David van den Broek daarachterin. Hij stond waar hij moest staan. Terwijl de OHL supporters het nu gemunt hebben op de man in het groen, de scheidsrechter. Terwijl die een heel eerlijke, correcte beslissing nam door dat doelpunt niet te valideren. Duidelijke duwfout. Hoekschop voor Tubize. Dat was IJzona een inlegger. Nu nog een schot. Een schot van Sofian dat overgaat. Dus kansen zijn er ook voor Tubize. Dion Kools maakt snelheid, maakt meters. Kan hij er nu wat mee aanvangen met die bal? Moet achteruit.
Geen fout daar op Serigioni. Ik denk dat de scheidsrechter tot dit moment niet gezien had. Of het fout was of niet. En zo is het nog best een leuke wedstrijd vanavond. Wedstrijd, dat weet u al, zonder al te veel belang. Maar toch aardig om volgen. Nam Seung Wo. Dugarry. Onderschept. Kostowski. Heel vreemd, hele vreemde teruglegger was dat van Jovan Kostowski. Kools er goed tussen daar. Kools, pas nu naar Kostowski. Kostowski maakt snelheid, kan trappen. Goed gedaan van Jovan Kostowski. De invaller die zich laat opmerken van de eerste seconde dat hij op het veld staat. Is natuurlijk voor niks de topscorer dit seizoen bij Oud-Heverlee Leuven. Nummer 23, Jovan Kostowski. Blessure bij een speler van Kibize. Bij OHL maakt men hier aan de kantlijn ondertussen gebruik om wat bij te tanken. En Acevedo geeft hem heel beleefd terug naar Goble. We zijn bijna 70 minuten ver in dit treffen. Een wedstrijd die eigenlijk nog alle kanten uit kan. Le Postelec. Kostowski. Kostowski. Goed gedaan. Goed gespeeld. Serigioni. Serigioni komt naar binnen. En draait dan. Oh, Acevedo nog! Acevedo komt daar heel onverwacht nog in balbezit en trapt. Dat kon misschien beter naar de hoek gericht zijn. Maar goed, we volgen verder. Daar is Serigioni, de keeper. Dat wordt afgevlacht. Is mij een beetje onduidelijk. Het zal dan wel voor buitenspel zijn. Het zal dan zeker wel buitenspel zijn van Alessandro Serigioni. Delport kan daar niet meer bij. Ingooien voor het nummer 12, Sofian. Ingooien, Kubize. Daar in de buurt van de coach, Colbert Marlot. Die zijn manschappen aanmoedigt. Broekaart er goed tussen. Delport, opletten wat je doet daar. Hij begaat een overtreding. Je zag dat vooraf. Hij zat een beetje in de moeilijkheden. Hij zat een beetje te knoeien daar, Nicolas Delport. Hij moet dan een vrije trap toestaan op een best aardige plek voor Kubize. En voor de vrije trapper is daar altijd het nummer 6, Philippe Liard. Het eenmansmuurtje met Acevedo op de juiste afstand. Nog niet. Nu is de scheids tevreden en dan gaat hij zich opstellen. En dan pas is het tijd voor die vrije trap. Daar komt hij. Hoge bal. En een duwfout op Logan Bailly. Die fout van het nummer 10, Dugarry.
Kostowski kopt hem door tot bij Serigioni. Broekaert kan die voorzetten. Moeilijk daar met twee tegenstrevers, maar toch nog een lage voorzet van Broekaert. Weggewerkt en een ingooi voor Dion Kools. Kools zoekt, blijft zoeken, Broekaert krijgt de bal niet meer voor de goal. Het wordt een doeltrap voor Mervé Goblet. Van den Broek, altijd goed met het hoofd. Serigioni was daar bijna bij die bal. Acevedo. Acevedo. En Flavien Lepostolik. Kijkend, zoekend. Kostowski probeerde door te koppen, maar het lukt niet. Keita. Balverlies, Acevedo. Acevedo. Serigioni. Blijft die bal bezit en trapt dan laag. In de handen van Goblet. Opletten daar. Van Hoevelen. En het schot, het zeer slordige schot. Dat we nu al vergeten zijn. Delporte. Kostowski. Die bal kwam zeer hoog aan bij Kostowski. Kon hij heel moeilijk aanpakken. Sofian. Keita. Sofian. Dugarry. Delporte kon niet anders dan die bal buiten zetten daar. Dat was de enige optie. Kostowski. Goed aangepakt. Acevedo. Kostowski, Acevedo. Dat is allemaal leuk. Serigioni. En daar is Kools. Kools alleen op weg op de 2-1. Kools. Oh. Hij was op weg naar een doelpunt, Dion Kools. Het is natuurlijk een verdediger. Kreeg de bal daar helemaal vrij aangespeeld op de rechterflank. Kon oprukken en kon dan eigenlijk zomaar scoren. Maar hij liet dat na. Dion Kools. Komt natuurlijk niet 10 keer in de wedstrijd in die positie. Als verdediger. Maar dit, daar zat echt veel meer in. Lepostolik. Serigioni holt er achteraan. Maar daar is Goblet. Nog een kwartier te spelen in dit competitietreffen. 1-1. Er gaan nog kansen komen, dat voel je. Dugarry. Een fout op Johan Broekaert en een kaartje. Wederom een gele kaart. En die krijgt niet de rode. Het was zijn tweede gele kaart. Tweemaal geel is rood. Rood voor Dugarry.
En dat is een man waar dat ze bij Leuven nu het komende kwartier geen last meer mee hebben. En de supporters die weten dat het in de douche ook plezant is. Maar of die nummer 10, Dugarry, dat begrijpt, dat is voor mij een groot vraagteken. Van den Broek. 10 tegen 10 nu. In dit slotkwartier. Levert dat nog wat op. Daar. Buitenspel van Broekaert en ook goals. Nu zal Tubize waarschijnlijk zeker en vast voor dat gelijke spel gaan. Merk je al meteen aan Goblet. We zullen denken, we hebben hier ruime tijd op 0-1 gestaan. Met 10 tegen 11. We hadden de winst in handen. Maar nu moeten we tevreden zijn met het puntje hier. Van Hoevelen. Tot bij Van den Broek. En de supporters van OHL gaan zingen. Broekaert. Goals. Le Postelec. Acevedo. Overtreding op Acevedo. En dat levert nog een vrije trap op. Twee ex-spelers, spelers van Tubize staan daar samen. Van den Broek en Broekaert. Kan zij hun ex-ploeg de punten nog ontnemen hier? Broekaert gaat de vrije trap nemen. Twaalf minuten voor tijd. Hij zocht eigenlijk Van den Broek, hadden ze ook afgesproken. Maar de bal ging niet meteen in de juiste richting. Een overtreding nu van Acevedo. Op het nummer 19. Nam Seung Woo. Sofian. Liaar. Goeie cross. Goeie speler, die nummer 6. Voorzet. En Bailly, die is wakker hoor. Wou dan eigenlijk graag snel die bal inleveren bij een maat voorin. Maar die mogelijkheid was niet direct voorradig. Kostowski nu. Trapt over en naast de bal. Het was ook moeilijk. Keita. Wat zitten ze daar achterin bij Tubize ook wat te rommelen. Snel, Serigioni door tot bij Kostowski. En die had iets mooi in zijn achterhoofd steken in, maar de voeten deden niet mee. Jovan Kostowski had iets heel mooi in zijn gedachten. Delport mag ingooien. En de hele jonge supporters daar achter de goal die moedigen hun ploeg aan. Voorzet. Postelec
Liaar. Opnieuw Liaar. Nu de vrije man zoeken, Liaar. Dat doet hij goed. Dat is die kleine Koreaan daar. Die komt naar binnen, die trapt. En daar had Bailly heel wat moeite mee. Nog een keertje. Oh, wat een goede actie van Tubize. Ze doen nog mee hoor. Ze doen nog mee. En Bailly redt daar de meubelen voor zijn ploeg. En de supporters waarderen dat en scanderen zijn naam. Hoekschop, Tubize. Iedereen erover. Het schot dan, staat een man vrij. Ja, die staat er helemaal vrij. Man, man, man. En die scoort. En die scoort. Het venijn zit hem hier in de staart. Dat is duidelijk. 1-2. 8 minuten voor tijd. Een heel onverwacht doelpunt. En ik wacht op Dirk Reekmans. Het is Lonsana die scoort. En nummer 26. Zijn tweede doelpunt voor vanavond. En Oagel dacht dat daar snel te regelen. Ze hadden al afgetrapt. Terwijl iedereen nog aan het vieren was bij Tubize. Wachten op het fluitje, zegt de man in het groen. En nu kunnen ze eraan beginnen. De laatste 7 minuten plus nog wat blessuretijd. Eén, twee. Wie had dat nog verwacht? Na die uitsluiting van die man bij Tubize. Knap gedaan van Kools. Voorzet, te scherp. En Tubize moet toch een corner toestaan. Ik moet zeggen, na een matig begin van deze partij beleven we hier nog een zeer fijne voetbalavond langs een dreef. Degenen die er niet bij zijn, hebben ongelijk. Hoekschop. Johan Broekaert. Goed getrapt. En dan kan Broekaert het nog eens overdoen aan de overkant. Komt de hoekschop. Goals. Delport. Oei, balverlies. Dat is gevaarlijk. Heeft die man snelheid. Moet te ver uitwijken. En geen overtreding, maar een ingooi gewoon voor Tubeke. Tijd hebben ze nu natuurlijk zat. Hoe zou je zelf zijn? Overtreding op Kools. Geeft de bal aan Bailly. Naar Kostowski. Heb ik nu niet meteen gezien die overtreding. Een trekfout zou het zijn van Kostowski. En nog een wissel bij de bezoekers. Het is het nummer 8 die in de ploeg komt. Dat is Lou Wallaert. En de man die vervangen wordt, die komt natuurlijk van aan de hele overkant. En die kan nu waarschijnlijk niet snel meer lopen. Daar heeft hij moeite mee, dat is duidelijk. Het is het nummer 32 die eruit gaat. Dat is Lim Woontek. En het nummer 8, Wallaert, voor de laatste minuten van deze wedstrijd.
rustig terug op Goblet. Van den Broek zit daar goed tussen. Bailly. Le Postolek. Kostowski. Naar Kools die daar niet bij kan. Kostowski die aan een super invalbeurt leek te geraken. Toen hij scoorde, toen hij pas 10 seconden op het veld stond. Maar hij had eerst wel een overtreding gemaakt. En dan helemaal wegdeemterde. Acevedo. Slechte pas. Een opzittende Serigioni. En hij haalt er wat uit. Del Porte. Voorzet. Goeie bal. En een goede doelman bij Tubize. Goblet. Het is Keita die hier vlakbij staat, die eruit gaat. En hij wordt vervangen door het nummer 27. Lando Fuso. Jesse Lando Fuso. We zijn op 2 minuten van het einde. Officiële speeltijd. Afwachten wat de scheids daar nog bij doet. Ik schat zo'n 1 minuut of 3. Dus heeft Oisel nog 5 minuten om de zaak hier nog recht te trekken. Le Postolek. Naar David van den Broek. Kools. Ingooi. Broekaert, kan die nog voorzetten? Daar komt Tubize goed weg. Van Hoevelen, Kools. Zit er nog wat aan te komen? Le Postolek. Delport. En een hoekschop. En daar gaat Johan Broekaert weer naar de cornervlag. Bailly staat ondertussen in de middencirkel. Jaagt ook Le Postolek naar voren. Kan er iemand trappen? Daar is Le Postolek. Balverlies. Opletten nu. Oh, en die man die struikelt over zijn eigen voeten. Van Hoevelen, verre bal. Kostowski kopt hem door. Opnieuw Kostowski. Nee. Sofian. Paast nu. Bal naar binnen. Daar is Le Postolek. 90 minuten zitten er ondertussen op. Nog een kans voor Tubize. Het schot dat overgaat. Dat is die man die overtrapte. Dat is niet de man die daarnet kwam invallen. Zo lijkt Oisel op weg naar een nederlaag hier. In de laatste thuiswedstrijd op zaterdag. Del Porte. Verre bal. De 16 binnen. Kan er nog een voet tegen? Ja, misschien nu. Acevedo. Mistrapt zich.
En begaat dan de overtreding op de doelman. Overtreding van Thomas Acevedo. En doelman Mervij Goble. Die blijft natuurlijk graag zitten of liggen. En wordt dan recht getrokken door Acevedo. Trap van Goble in de blessuretijd. Komt er nog een aanval van Oud-Heverlee Leuven. Nicolas Delporte naar voren naar Kostowski. Goed doorgekopt. Daar is Serigioni. Serigioni, twee man tegenover zich. En geraakt niet meer bij de bal. En dan kan Sofian ontzetten. Keilt de bal naar voren. Van Hoevelen terug naar Bailly en dan waarschijnlijk zo ver mogelijk naar voren. Hij pakt eerst nog wat meters. Maar moet dan de bal buiten zetten. Omdat er een speler van Cubice gekwetst ligt. Er blijft een man liggen bij Tubeke. En die krijgt nog verzorging. Het is het nummer 26, Lonsana, de man die twee keer scoorde hier vanavond langs de dreef. En die gaat nu eens rustig drinken langs de zijlijn. En dan gaat het naar Bailly. Wallaert geeft hem beleefd aan Bailly, die nu meters pakt en de bal naar zijn maten gaat sturen. Met de hoop dat hij goed valt. Acevedo. Acevedo, geen overtreding. Spel gaat door. De voorzet van Broekaert. Weggekoopt. Nu dan, Le Postolik. Kan die trappen? Nee. Geen overtreding. Ja, een overtreding van Le Postolik. En een man van Tubize die weer op de grond blijft liggen. Overtreding van Flavien Le Postolik. Gefloten door scheidsrechter István Lagarde. En daar komt nog een vrije trap voor Tubize. Ik denk dat het niet lang meer gaat duren of de scheidsrechter maakt een einde aan deze partij. Die gewonnen zal worden door Tubize. 1-2. Uittrap nog van Goble. Goeie doelman. En het is voorbij. Einde wedstrijd. Die van Tubize zijn zeer blij met de zege hier bij OHL. Een wedstrijd met twee rode kaarten, eentje langs weerszijden. En de supporters die druipen ontgoocheld af hier bij deze laatste thuiswedstrijd van het seizoen op zaterdagavond. 1-2 verloren van Tubize. Maar ja, als het om de centen gaat, als het om de promotie gaat, dan moeten ze er maar staan, hè. Over enkele weken, in de maand mei. Dan moet het allemaal gebeuren, hier op de Dreef of elders ten velde. Deze wedstrijd wordt afgesloten hier met een 1-2 overwinning voor Tubize. Wij danken u voor het kijken naar OHL TV. En zijn er graag terug volgende week zondag om 3:00. Want dan staat er hier een nieuwe thuiswedstrijd geprogrammeerd. De laatste in de reguliere competitie. De thuiswedstrijd tegen Woluwe Zaventem. Bedankt voor het kijken. Nog een fijne avond.